Christine Vardijgos, vandaag in dienst voor het Isorex-team. Hoe viel dat mee? Hoe beviel jou de wedstrijd? Amai, dat was afzien. Na de eerste 40 minuten was het echt afzien. Ja, van een cyclocross fietsen we maar 40, 45 minuten. En het was rond 3 uur in de wedstrijd vandaag. Maar ik was heel, heel blij met de Isorex-ploeg. Ze hebben het heel goed gedaan bij mij en ik ben blij. Ja, het was inderdaad afzien, ook met de warmte toch wel. Vooral de laatste ronde was er een beetje te veel aan, denk ik. Ja, ik moest een beetje meer drinken. Ik had maar twee drinkbussen. En ik heb de man niet gezien van Isorex om nog een andere drinkbus te nemen. En dan was het na 1 uur. Was al mijn drank op. En met de warmte maakt dat niet zo makkelijk om 3 uren te fietsen zonder water. Ja, dat is mijn eigen schuld. Net zoals Ellen van Looy heb ook jij het Canadese avontuur erop zitten. Dat was een hele belevenis, maar zat die 70 kilometer lange wedstrijd nog een beetje in de benen? Voelde je dat nog? Niet echt. Ik had twee weken bijna niks gedaan. Ja, en dan voel je niks. Maar vandaag voelde ik het wel. In Canada was het meer cyclocross, dan was het makkelijker voor mij. Dan kan ik een beetje praten in de wedstrijd en selfies nemen in de wedstrijd. Maar vandaag, Ellen was al aan het praten met mij. Ja, maar ik heb bijna niks te zeggen tegen haar. Ik was een beetje te moe. Ja, wat volgt er nu nog dit zomer- of wegseizoen? Dat weet ik nog niet. Ja, de plan is misschien een paar meer wedstrijden op de week te doen. Misschien een paar mountainbike-wedstrijden. Maar ik moet eerst mijn mountainbike van de zolder halen. En dan zullen we zien. Ja. Maar goed, je had vandaag toch nog wel iets te vieren, jouw huwelijksverjaardag? Ja, we zijn nu zes jaar getrouwd. En ik denk dat vandaag ons huwelijksverjaardag is. Ja, we zijn altijd aan het praten. Is het de 18e of 17e en hoeveel jaren? Maar ik denk dat het de 6e jaar is. En we zijn samen nu 7 jaar. Ja, ik ben blij. Ja, proficiat en geniet er nog van. Dank je wel.